Hey, leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Find the Creator. Ik ben Find the Creator. En in deze vlog gaan we lekker boodschapjes halen van een oud buurvrouw van mij, Amsterdam-West. Die heeft het momenteel heel even zwaar. En we gaan vandaag in het zonnetje zetten. Wat ik ga doen is ze gaan lekker gerechten klaarmaken. Waar ze ontzettend van kan genieten. Dus ik kan zeggen, kijk gezellig mee bij deze vlog. Want Find the Creator gaat lekker licht in de markt en we gaan daarna lekker koken. Blijf kijken. Cool. Dan zijn we dan lekker onderweg richting de auto. De markt is vandaag, als het goed is, in de Amsterdamse Poort. En daar gaan we lekker naartoe. Zo, we zijn nu lekker op de markt en we gaan als eerste heel even kijken bij de vis. Te kijken of we lekker een stukje vis kunnen halen. Wat ik ga stoven in denk ik of een tomatensuitje of in masala. Maar we lopen even deze kant op. Zo, we hebben de vis gevonden. Bang, 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 bang. We gaan lekker groentes kijken nu. Zo, terwijl we nu door de Amsterdamse Poort heen lopen, is langzaam mijn tas hartstikke vol en ben ik eigenlijk bijna klaar. Dus we gaan nog heel even richting de Lidl op zoek naar tomaatjes en daarna gaan we naar huis, want dan gaan we lekker koken. Dus al met al ben ik geslaagd. Tot nu toe heb ik pompoen, ik heb vis, we zijn op zoek naar tahoe, broccoli, tomaten en misschien nog iets, maar we gaan kijken hoe ver we komen. Zo, het is gelukt. We hebben de boodschappen bijna volledig bij elkaar. We moeten nog heel even stoppen om wat roti te kopen. En wat plastic bakjes, want daar moet het uiteindelijk ook in. Dus we gaan naar mijn favoriete Afrikaanse winkel. Yes! En we zijn lekker weer in de straat. We gaan de boodschappen uitladen en dan gaan we lekker kokorellen, lekker koken. Koken, 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 koken. Welkom in mijn keuken. We gaan lekker aan de slag. Ik zal heel even de producten laten zien die we vandaag hebben gescoord. Heerlijke aubergine, lekker tomaten, zoete aardappel. We hebben roti, bieslook, wat selderij. We hebben normale aardappelen hier. Hele mooie bloemkool, broccoli. We gaan lekker pompoen maken. Ik heb tofu en ik heb tempeh. En we hebben wat vis. Ja, spannend, spannend, spannend. Een aantal dingen maak ik voor het eerst. De pompoen zal ik voor het eerst maken. En vis ook. Ik ben geen viseter. Dus dat wordt niet zozeer spannend, want ik weet wat te koken. Maar dat maak ik gewoon voor het eerst. Dus al met al, blijf kijken. Elke maaltijd begint natuurlijk met een uitje en knoflook. En dat ben ik nu aan het pellen. Zo, zoals je kan zien ben ik stevig aan het doorkoken. De vegetarische gerechten
Die zijn, de groentegerechten zijn eigenlijk al bijna klaar. Ik ben nu bezig om de tofu en tempeh klaar te maken. En vervolgens gaan we de vis bereiden in masala. Blijf kijken. Zo mensen, als ik je zeg dat iedereen jaloers is hier. Ik ben klaar met het maken van het eten. Ik ga het heel even laten zien. En dan gaan we het eigenlijk direct wegbrengen. Want het is bijna etenstijd. Het is aardig gelukt. Ik ben heel erg trots op wat ik gemaakt heb. Een aantal dingen heb ik voor het eerst gemaakt zelfs. Dus ik ben benieuwd en ik hoop dat het lekker is. Laten we kijken wat ervan is geworden. Als eerst heb ik een heerlijke bambang vis klaargemaakt in masala, op zijn Surinaams. Hier eenvoudig lekker Cambodjaanse gewokte groenten van de Jumbo. En een heerlijk gekookte ei met zoete aardappel. Altijd lekker. Ik heb wat roti erbij gedaan om te eten bij de groenten. En heerlijk in masala klaargemaakte vastgekookte aardappelen. Voor het eerste keer pompoen. Dat was echt lekker. Ja, die is goed gelukt, En hier op zijn Turks klaargemaakte aubergine. Heerlijk. Wat rijst. Naast roti kan je de maaltijden lekker eten met rijst. En hier nog wat gewokte groenten. Broccoli met een uitje en een knoflookje. En als laatste tahoe in een heerlijke tomatensaus. Zo, we gaan lekker weer de deur uit. Huppa, deze sleutel heb ik nodig. We gaan richting Amsterdam-West. Want daar mag dit heerlijk eten worden bezorgd. Ah, lekker in de auto. Gordel om. Dat moet ook gebeuren. Ai, ai. Heb je ook wel eens dat je iets zo mooi vindt? Of zo tevreden mee bent dat je het product bij elke keer overnieuw en overnieuw blijft kopen? Dat heb ik dus. En welgemeen met deze bril die ik nu op heb. Ik heb deze bril voor het eerst, denk ik, 5 maanden geleden gekocht. En dit is al de derde bril die ik nu op heb. Die ik vanochtend heb gekocht weer, omdat ik hem ben kwijtgeraakt. Maar geen probleem. Ik moet een klein beetje opletten wat ik aan het doen ben. En we gaan richting West. Zo mensen, we zijn eindelijk gearriveerd waar we moeten zijn. In Amsterdam-West. We gaan heel even het eten pakken. Zo, we hebben het eten. En we gaan even een deurtje dicht doen. Zo. Deurtje dicht. En we gaan lopen richting Mademoiselle. Ai. Ik denk niet dat ik er op camera zit. Tenzij ze op camera wilt. Maar dat gaat hem niet worden. Oké? Dus ik ga eigenlijk het eten afgeven. En dan gaan we gelijk het videootje volgens mij zo direct maar even beëindigen. Wanneer ik het heb afgegeven. Dus tot zo. Zo, ja. Mensen, het zit er weer op. Ik heb heerlijk het eten kunnen afgeven. Aan mijn lieve buurvrouw. Oud-buurvrouw. En die gaat lekker smullen van wat ik heb gekookt. Ik ga ook gelijk het videootje eigenlijk eindigen en afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Waar we lekker zijn gaan rennen door de Amsterdamse poort. En hebben we boodschappen gehaald. In de keuken hebben we heerlijk gekookt. En we hebben het kunnen leveren en bezorgen. Bedankt voor het kijken. Ik ben Find the Creator en ik zie je bij de volgende vlog of video. Bye bye!